De Centrale Bank van Suriname heeft gisteren officieel het besluit genomen een bezwaarschrift in te dienen bij de Nederlandse rechtbank om te oordelen over de rechtmatigheid van de inbeslagname van de 19,5 miljoen euro. Centrale Bank-governor Robert van Tricht heeft vandaag hieromtrent een persconferentie belegd. Volgens hem ervaart Suriname al langere tijd de nadelige gevolgen van de stopzetting van de reguliere geldzendingen, nadat in april vorig jaar een zending onverwachts door het Nederlandse Openbaar Ministerie in beslag is genomen. Op deze persbijeenkomst heeft Van Tricht dan ook het advocatenteam dat Suriname in deze zaak zal vertegenwoordigen gepresenteerd. De governor ging ook in op het doel van zijn gang naar Nederland. Volgens hem is hij niet gegaan om te praten over de inbeslaggenomen euro. Maar op het weder op gang brengen van die stroom van euro's die hier vastzitten. De duidelijke boodschap moet zijn dat ik een governor ben van de Centrale Bank van Suriname. Met andere woorden, het vertrouwen in eigen munt, de SRD, die hoeksteen. Het vertrouwen van de euro, die tegenwoordig gehandeld wordt tegen 1,05, die tegenwoordig wordt gesmokkeld omdat er een kleine winst beoogd wordt. Dat zijn geen goede zaken voor Suriname. Als u vraagt, de internationale FX is 1,12 of 1,119 vandaag. Ten opzichte van de US dollar. En hier vragen we de 104, zelfs 1 op 1. En het is zelfs een voorbeeld gegeven dat we een taxichauffeur 50 euro wilden betalen, had ik begrepen. En die wilde het niet, want hij zag een moeke mee. Dat u moet afvragen, als dat vertrouwen weg is, bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het vertrouwen in de euro? De advocaat Aldo Verbruggen noemde het een eer dat hij samen met zijn team Suriname in deze kwestie kan bijstaan. Verbruggen is vrij lange tijd in Nederland officier van justitie geweest. Volgens hem schaamt hij zich een beetje voor de manier waarop het Nederlandse OM te werk is gegaan in deze kwestie. Vanuit een professioneel gezichtspunt kan hij namelijk niet aangeven dat het Openbaar Ministerie een redelijke grond had om de 19,5 miljoen euro in beslag te nemen. De advocaat wijst er verder op dat het OM heeft aangegeven dat geen van de banken als verdachte is aangemerkt. Verbruggen ziet daarom de uitkomst van het bezwaarschrift met heel veel vertrouwen tegemoet. Daarmee zou dan, als de rechter doet wat de rechter zou moeten doen, en dat is het Openbaar Ministerie in deze zaak corrigeren, daarmee zou dan een probleem uit het verleden in ieder geval opgelost zijn, maar zoals u van Franchi direct hoorde en terecht hoorde van de governor. Het probleem is op dit moment dat er geen geldzendingen kunnen plaatsvinden en dat de euro's zich hier opstapelen en er een schrijnend tekort aan dollars ontstaat dat ontwrichtend is voor de monetaire economie. Ook over die situatie hebben wij intensief en langdurig overleg gehad en ook in dit geval kan ik zeggen dat dat de banken, geadviseerd door hun drie advocaten, denken een manier te hebben gevonden, een oplossing te hebben gevonden voor die geldzendingen. En dat die geldzendingen binnen afzienbare termijn weer hervat kunnen worden, zonder het risico dat er weer een inbeslagname plaatsvindt en dat daardoor de financiële economie, de monetaire situatie weer terug zal keren naar normaal. Aldo Verbruggen, die Suriname zal vertegenwoordigen in de kwestie van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro. Los van het opheffen van het huidige beslag wordt gewerkt aan een oplossing voor toekomstige geldzendingen. De banken hebben volgens de voorzitter van de Vereniging van Bankiers, Franchi Eblen, er vertrouwen in dat de monetaire situatie zich hierna zal normaliseren.